Niets is zo menselijk als heiligheid. Ik denk dat heiligheid is de mens op zijn mooist. We staan hier in de bibliotheek van de Bollandisten. De Bollandisten, dat is een geleerd genootschap dat zich sinds 1643 bezighoudt met de kritische studie van de heiligen. Hebben ze wel bestaan? Waren ze wel heilig? Al die wonderen, was dat wel echt? We houden ons bezig met de allereerste heilige, het graf van Petrus, tot aan de heilige van vandaag. Maar altijd met een kritische blik. We zijn hier niet om heiligen te promoten, maar om ze te bestuderen. En dat is denk ik onze belangrijkste taak, om datgene wat er bestaat aan fake news over heiligen, om dat de wereld uit te helpen. Er zijn altijd mensen die liever in een mythe geloven dan in de waarheid. En die zijn niet blij met ons bestaan. Maar ik denk elke goede katholiek die de heiligen wil vereren zoals ze geleefd hebben, zoals ze zijn geweest, die zijn blij met ons bestaan. De kerk definieert een heilige simpelweg als iemand die in de hemel is. Wanneer de kerk iemand heilig verklaart, is dat het enige wat ze zegt. Deze man of deze vrouw is zeker bij God in de hemel. Meer houdt een heilige verklaring niet in. Maar daarmee is alles gezegd en tegelijkertijd ook niets gezegd. De vraag wie is een heilige wordt uiteindelijk beantwoord door de gelovigen zelf. Het volk van God kiest in de katholieke kerk niet de paus, niet de bisschop, kiest niet zijn eigen priester, maar de gelovigen kiezen hun eigen heiligen. Door naar het graf te gaan en daar te bidden, door erover te lezen, door medailles te dragen, door hun voorspraak in te roepen, hun geschriften te lezen. Dat is wat een cultus is, dat is wat een heilige is. Heilige verklaringen zijn, dat is eigenlijk de meest democratische. Het is het meest democratische wat we hebben in de katholieke kerk. Ja. Daar kan iedereen aan meedoen. Iedereen kan eraan meedoen. En het is simpelweg door die beweging die ontstaat rondom een persoon die in geur van heiligheid is overleden, dat we heiligen hebben. Dat is denk ik ook heel belangrijk om te benadrukken. Het is niet de paus die heiligen kiest. Wij kiezen onze eigen heilige en het enige wat van de paus wordt gevraagd is dat hij het bekrachtigt. Dat hij er een stempel op zet en zegt inderdaad deze persoon is heilig. Maar een heilige moet ook een wonder verrichten of hebben verricht. Een heilige moet liefst ook een wonder hebben verricht. Dat is nodig voor de zaligverklaring en voor de heiligverklaring. En dat brengt me dan bij het punt van de voorspraak. Waarom vereren mensen heiligen? Omdat het ze inspireert. Omdat ze er een voorbeeld in herkennen voor hun eigen leven. Maar ook omdat ze iemand hebben van wie ze weten, die heeft een streepje voor bij God. Daar kan ik terecht met mijn noden. En de kans dat God deze specifieke persoon verhoort, wat betreft mijn gebeden, is net iets groter dan als ik het zelf vraag. Iedereen die wel eens iets heeft nodig gehad en het alleen maar kon bereiken omdat hij iemand kende die iemand kende, die begrijpt hoe de voorspraak van de heilige werkt. En in de hemel schijnt het niet anders te zijn. Het heeft ook iets ontnuchterends. Ja. Ja. Je moet de juiste ingang weten. Je moet de juiste ingang weten. Maar gelukkig, en dat is dan weer het troostrijke, er zijn heel veel ingangen. Zoveel als er heiligen zijn. En het volk van God weet inmiddels bij wie je terecht moet als je iets kwijt bent. Bij de heilige Antonius. Als je een probleem hebt waar je helemaal niet meer uit kunt, bij de heilige Rita of de heilige Judas Thaddeus enzovoorts. Ik denk dat er op dit moment een kleine 5.000-6.000 zaken lopen. 5.000-6.000? In de verschillende stadia. Ja. Dat is ongelooflijk veel, toch? Dat zou heel veel zijn als je er niet rekening mee hield dat we een miljard katholieken hebben. En op een miljard katholieken nu is 5.000 eigenlijk wel heel erg weinig. Zeker als je er rekening mee houdt dat die 5.000 à 6.000 niet alleen van nu zijn, maar van de afgelopen 5 eeuwen. Oké. Dus want er zijn zaken die al heel erg lang lopen. En Titus Brandsma is gestorven in 19...
1941, geloof ik. Dus dat is alweer lang geleden. Dat is in principe een lopende zaak. De bisschop is verantwoordelijk voor het inzamelen van het bewijsmateriaal. Die moet dus een commissie gaan instellen voor het verzamelen van de documentatie. Die moet zorgen dat er de juiste getuigen worden opgeroepen, die dan worden verhoord volgens de regelen van de kunst. En dat dossier wordt dan naar Rome gestuurd voor de zogenaamde Romeinse fase. En vervolgens, het grootste obstakel, is de congregatie voor de zaken van de heiligen, want de wachtlijst is enorm. Dan kun je voor een gewone zaak zonder prioriteiten en privileges moet je rekenen op 15 jaar voordat iemand het dossier opent. Waarom willen we heiligen? Dat is een vraag die iedereen voor zichzelf moet beantwoorden. Omdat heiligen bemoedigen. Ik zeg altijd, heiligen, dat zijn onze vrienden in de hemel. We hebben behoefte aan vrienden. Echte vrienden. En niet Facebook-vrienden, echte vrienden. Vrienden waar je aan kunt toevertrouwen, vrienden waaraan je je kunt optrekken. En dat zijn de heiligen. De keuze is enorm. Dus voor elk wat wils. En precies omdat de mens verandert en de tijden veranderen, blijven er ook heiligen komen. Heiligen zijn er uiteindelijk, wij kiezen ze, vanzelfsprekend, maar heel belangrijk, ze worden ons eerst en vooral gegeven door God. En wij moeten ze herkennen. Wij moeten ze herkennen. Ja, dat is heel goed gezegd.